Hij is gevallen in zijn woning. De buren hebben hem gehoord en gevonden. Hij was een vriendelijke, aangename man. Een intellectueel. Hij hield van klassieke muziek. Hij was ook graag alleen. Hij vond zichzelf, dat zei dan ook, zeiden de buren, hij vond zichzelf een goed gezelschap. Soms gingen de buren op bezoek bij hem om lampen te vervangen. De buurvrouw deed de was voor hem. Hij had geen partner, geen kinderen, wel een zus, maar ze hadden geen contact meer. En hij ging elke dag een paar keer met de bus naar het centrum en terug. Hij stond heel vroeg op, om 4, 5 uur, nam de eerste bus naar het centrum en hij ging om 4 uur slapen. In de nacht. Vroege vogel. Liefhebber van de klaarlichte dag. Van retour naar uw binnenmuren, volgens de buren. Menig uur hebt gij met uzelf alleen gesleten en genoten. In goed gezelschap vond gij uzelf alleen, volgens de buren. Ochtendmens, met in uw hoofd, in de plaats van kredieten en checks, partituren, fugas en subtiliteiten. Volgens de buren. Zoekmachine, steeds op zoek naar cafeïne, de schaduw aan het meer van hetzelfde, het ongeziene in de lus van de bus. Volgens de buren. In het centrum vond je kleine variaties in de temperaturen, in het silhouet van een zus, door observaties van de generaties, de eeuwige jeugd. Zo wordt elke dag een studiedag. Gij moet het vallen van de nacht nu niet meer mijden.